hebben hier al iets goed ontbeten. Ik, Bea en Chrisje. En nu gaan we eerst terug naar mijn thuis toe. Om Bea haar gsm volledig leeg te maken. Om dan de vlog in elkaar te steken. Dus we hebben zondag vandaag nog allerlei dingen te doen. Dus ook gelijk mijn ouders. Kijk eens, daar staat. Dat is een schat, dus vergeet geen te duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video online komt. Dus. Christian is nu even aan het betalen. Er is ook wel redelijk volk. We zijn weer al bij Autogonne voor een lekker ontbijt. Dankjewel Chris voor die heerlijke tractatie. Ja, mijn schatje staat buiten te wachten. Dan we terug kunnen gaan vertrekken. Voor richting mijn appartementje te gaan. En dan even video's in elkaar steken. En dan laten renderen. En dan tegen via mijn gsm. Kan ik het dan gaan uploaden als het klaar is. Dus dat doe ik altijd via hulp op afstand. Bij deze. Zo, we zijn ook nog heel eventjes bij Bea haar papa geweest en ook al ondertussen tijd naar Moeke geweest. En ik ben hier nu in de Bruno's. Even de bestelling hier op aan het halen van mijn schatjes, zowel Bea als Chrisje. Ze hebben een broodje kip genomen met alle groentjes, een bruin en een wit. En ik heb een broodje het genomen met mayonaise, zoals gewoonlijk. Dan heb ik ook nog lekker drank meegenomen, valette. Dus alles komt heel goed. En mosmosje verplicht. We zijn hier terug aan ons appartement aangekomen. En we zien echt iets zeer moois aan ons appartement passeren. Niet alledaagse wat je ziet. En dus... Twee vrouwtjes? Nee, dat is de man en de vrouw. Hier is twee mooie paardjes. En een hoofd van Chris. Oh. Zullen ze mijn kop verder gebruiken voor het een of het ander? Nee. Echt twee schoon paardjes. Het is zover. Ik heb het dus zitten. Dus ik zit heel dicht bij de 2500 abonnees. Dus morgen gaan we dus, ik en Bea, dus naar de winkel toe. Allee mannetjes. Echt waar. Wat hebben jullie mij toch aangedaan? Ik moet dus mijn haar gaan rood verven. Rood verven. Oké, dat is goed. Ik ga die deal ook in orde maken. Samen met mijn schat. Schatje? Ik kan je haar niet verven. Oei. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ook. Ai. Ja, oké. We zullen dan ook nog wel. We zullen wel een oplossing zien te vinden dat mijn haarkleur rood wordt. Dus dankjewel voor het abonneren allemaal. Voor mijn 2500 abonnees. Bam! Mensen, kijk eens wat we hier ook onderweg tegenkomen. Een limousine die heel speciaal uitkomt van AL. Weet iemand waar AL ligt? Laat het in de comments weten. Ik ben ondertussen tijd een spelletje aan het spelen. Ik ben nu ondertussen tijd rechtstreeks door aan het rijden naar Hasselt. Jammer genoeg is het voor haar gedaan. Over 1,5 kilometer. Want de dag weer links aanhouden. Te lopen. Het is nu 8 uur. Het is avond. We hebben ook al Chrisje al afgezet. Wat hebben we ondertussen gedaan? We hebben nog wat rondgereden. Dus naar haar vader thuis. Dan ook naar wie nog allemaal? Niet alles zeggen. Oké, dus niet alles zeggen, dus ik mag het ook niet.
Maar het was wel een hele leuke dag, hè? Ja. Oké. Okay. Een herhaling, papa? Oké. Okay. Ja, dat zeker doen. Buiten dat ik mijn buik in heb. Ja. En dat begint terug te komen nu. Ai. Links aanhouden naar E313 richting Aken, Luik, Hasselt. Dat was ik al van plan, GPS. Dankjewel nog eens voor de leuke informatie wat jullie aan mij, wat jij aan mij geeft. Dankjewel. Ga rechtdoor gedurende 35 minuten tot aan afrit 28 Hasselt Zuid. Ja, dankjewel, GPS. Maar, ik ga de vlog stilletjes ervan ook al beëindigen, schat. Als ik dat niet erg vind. Ik vind het ook deze keer niet erg. We hebben ook al tal van de felicitaties gekregen via Facebook, via Discord. En nog het mooiste moment waar ik deze week bij mij is gebleven, dat wil ik ook even nog in de vlog zeggen. Dat is wanneer dat je bent begonnen te wenen voor Tamara en Mano. Dat vond ik echt zo schattig, zo mooi. En dan ben ik ook blij dat mijn opzet ook is geslaagd. Want mensen, ik heb echt effectief, ook in mijn vlogs, 2 maanden echt moeten zwijgen. Want ik weet, zij kijkt ook naar mijn vlogs. Niet altijd, maar ik probeer wel al hun vlogs te kijken. Ah, oké. Dus bij deze, dat is ook sowieso bijgebleven deze week van de Mara en Mano en de kindjes. Dus de 2 zonen en de 2 dochters. Wij hebben het nog deze weekend gedaan. Waarom? Het is gewoon weer al slechter aan het gaan met de wereld. Daarbij dat wij het nog op het laatste moment nog hebben besloten om nog de meeting nog te doen. Om toch nog te laten doorgaan. Want volgende week kan het al volledig, maar ook eigenlijk weer een volledige andere levensweek zijn. Voor iedereen. Ik dacht voor iedereen in Vlaanderen. Want het kan zijn dat ze zeggen van, opsa, weer een lockdown. Maar ik leef nu week op week. En daar weer mijn schatje nog. Maar ik hoop dat het de lockdown is. Dan probeer ik nog altijd naar u te komen, schat. Echt waar. Nee, dat bedoel ik niet. Ah, wat dan? Dat ik dan weer bij u kan zijn. Ja, dan probeer ik dat we terug wel samen kunnen zijn. Dat gaat niet mogen. We zullen wel iets vinden. Dus, mensen, heel veel bedankt om een deel uit te maken van mijn leven, van Chris haar leven en die van Bea haar leven. Ik ga zeggen, doe een mooie blauwe duimpje omhoog. Vergeet zeker en vast niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dankjewel voor het wijze schatje. Om op de hoogte te blijven wanneer er ook een nieuwe video online komt. Dan ook nog dit, een kleine oproep ga ik ook nog doen. Ik ga nog 2 oproepen doen nog in mijn vlog. Dat is de eerste oproep is, ik zoek iemand die kan vlogs in elkaar kan steren. Momenteel nog... Er had iemand zich al voorgesteld. Ah, wie? Boef. Boef. Let op stilstaand voertuig op de vluchtstrook. Dat klopt nog altijd, dankjewel GPS om mij daar weer op te schuwen. Boef, stuur alsjeblieft eens een mailje naar info@cyclotv.be met al uw gegevens. Dan wil ik e-mailadres, uw naam, uw familienaam, noem maar op. En schat, als je dat doet, dan wil ik wel duidelijke afspraken maken. Ja. En daar moet het zeggen houden. Ja. En dan nog de 2e oproep waar ik sowieso, dat is wel een klein beetje slecht nieuws. Kan zijn dat er op deze dag dus 2 video's zijn online gekomen, ook met het slecht nieuws. Maar dat wil ik pas echt ook morgen ook van de organisator van Pixeland af.
Pixelan heeft vandaag terug een nieuw mailtje verstuurd naar de politiek toe, die ook de evenementen onder hun hoede hebben. Voor te kijken als Pixelan mag doorgaan, ja of nee. Momenteel mag het nog altijd doorgaan. Maar als er een extra videoke is online is gekomen, betekent dat Pixelan niet meer mag doorgaan. Dat betekent dat wij voor de tweede keer op een rij onze evenement moeten gaan verplaatsen. Verplicht gaan verplaatsen bij deze. Zijn jullie ook een klein beetje op de hoogte? Hou zeker www.psychotv.be en www.pixelan.be zeker nou letterlijk in de gaten voor de laatste nieuws. Of kom gewoon naar Discord toe. Daar ga ik het ook wel op vermelden als de fanmeeting doorgaat, ja of nee. De Discord link staat hier onderaan in de beschrijving. Dankjewel nog voor deze kleine oproep nog te luisteren. En ik zie jullie allemaal morgen terug samen met haar 9 van de 10 kansen. Tot morgen! Het is gewoon spelletjes aan het spelen, mensen. Daar dat ze gewoon naar omlaag aan het kijken is. Waar of niet? Ja, ik heb buikpijn. En ze heeft ook buikpijn, dus ik ga haar ook nog wel wat verzorgen, mensen. Tot later.